De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en in Zwolle doen er maar liefst 11 partijen mee. Om je te helpen kiezen stelt IJssel TV de lijsttrekkers aan je voor in deze speciale verkiezingsserie Zwolle kiest. Mijn naam is Sybrand Hofstra, ik ben 42 jaar, ik woon in Assendorp, ben getrouwd met Tom. Ik heb ook in de Veerallee gewoond en in Holtebroek. Ik ben LEF zelf ongeveer 5 jaar geleden begonnen omdat ik iets miste in de stad. Zwolle is een geweldige stad, dat weten we ook allemaal. Maar het is toch te grijs en te voorzichtig, ook in de politiek. Er worden ook niet snel beslissingen genomen. Ik dacht ik begin gewoon mijn eigen plan, kijken of het aanstaat bij mensen. Gelukkig zijn we groot gegroeid en er zijn er steeds meer mensen die geloven dat Zwolle wel wat LEF kan gebruiken. De Sassepoort is een van mijn favoriete locaties in de stad. Volgens mij iedereen die voor het eerst de stad binnenkomt denkt van wat een geweldig monument. En wij zijn er eigenlijk al een beetje aan gewend. Het is voor mij de schakel tussen Assendorp waar ik woon en de levendige stad. Waar ik toch altijd vaak weer mensen ontmoet die ik ken. Dat vind ik heel leuk. We hebben hier ook iets gedaan met LEF, namelijk met Koninginnedag. We hebben hier een skate event gehad en een dansfeest. Dus dat hebben we hier ook bij de Sassepoort georganiseerd. LEF knokt voor de studentenbelangen. LEF geeft een stem aan jongeren. LEF heeft oog voor jonge gezinnen en weet wat ze nodig hebben. LEF is het verschil tussen een voorzichtige stad en een spannende stad. Voor een grijze politiek of een levendige politiek. U kunt op 3 maart het verschil maken door te kiezen voor vernieuwing. Stem op LEF. Stem op lijst 9.